gaat nu al mis. Dat is het begin van 2021. En toen keek je weer naar een nieuwe weekvlog. Lekker contrast ook gewoon. Alleen ja, weet je, op een gegeven moment moet je ergens ook denken van... Oh, we hebben echt zo'n rot nacht gehad. Echt, ik weet gewoon niet wat er aan de hand is ofzo. En toen keek je weer naar een nieuwe weekvlog. Super leuk dat je er weer bij bent. Het is bij mij oudjaarsdag vandaag, 31 december. En ik ben op kantoor. Ik ben vanochtend echt mijn bed uitgerend, letterlijk. Omdat onze kleinste dame weer echt een hele slechte nacht had. En ze was om 4:15 klaarwakker en begon te huilen en wilde niet meer slapen. En toen uiteindelijk hebben we haar dus in slaap gekregen. Met het gevolg dat we allemaal pas om 7:45 wakker werden. En ik eigenlijk echt max om 8:30 op kantoor moest staan. Dus ik ben uit bed gerend. Ik heb de kleren van gisteren snel uit de wasmand gehaald, aangetrokken. En ja, naar kantoor gegaan. Ik heb trouwens wel mijn gezicht nog gewassen. Dat vond ik dan nog ergens wel knap. Maar geen make-up, niks. En ik dacht, ik moet ook snel zijn. Want op 31 december wil je niet tot 6:00 s'avonds werken. Maar gewoon op tijd stoppen. Zodat ik ook nog even kan douchen. En mezelf kan fascineren voordat het vanavond feest is. Nou goed, in ieder geval, we gaan wel leuke dingen doen. Dat ga ik jullie straks laten zien. Leuk dat je er weer bij bent in ieder geval. En ja, ik ga jullie weer gezellig een paar dagen meenemen. Hoi. Jongen toch? Nou, kijk eens, echt 5 minuten nadat ik net het eerste stukje van de vlog opnam, komen deze allemaal ineens hier binnen rennen. Poedersuiker met... Ja, dat moet op 31 december... Oliebollen. En wat zijn dit? Appelbeignets of zo? Oh, oliebollen. Nou, wij gaan dus... ik had al geluncht, maar goed. Dan doen we dat toch maar nog een keer, ja. Het is maar 1 keer 31 december per jaar. Kind van zijn moeder, hoor. Wij zijn aan het fietsen naar huis. We hebben lekker oliebollen gegeten op kantoor en nu fietsen we naar huis. Zeg ik tegen Ramos, weet je wat het vanavond is? Zegt hij, ja, oud en nieuw. Ik zeg, wat betekent dat? Zegt hij, dat Snonnebollekes op tv komt. Echt een kind van zijn moeder. Maar goed, Ed die blijft op kantoor, want de supplementen worden zo nog geleverd. Dus hij blijft even daar. Zodat ik naar huis kan, even douchen, mezelf fatsoeneren, want ik zie eruit. En dan is het vanavond oud en nieuw. Oh, fijn dat jij langer gaat slapen morgen. Beloofd is beloofd. Nou, ik ben in ieder geval de oliebollen aan het aftrappen. Want de accu van dit ding is weer eens leeg. Echt iets voor mij. Heel irritant, vergeet ik elke keer op te laden. Dat is troppen. Nou, helemaal klaar voor een nieuw jaar ben ik. Oh, jij niet? Oh, je wil zingen? Oké, leuk. Zing maar het nieuwe jaar eens, schat. Ik heb lekker gedoucht, make-upje gedaan. Ik heb niet mijn haar gewassen, want ik dacht, weet je, ik hou het gewoon lekker zo. Het is alleen een beetje wild, zodat ik de hele dag een knot en staart in heb gehad. Ja, kleren aangedaan. Nu helemaal klaar om te gaan. Alleen Ed is er nog niet. Dus daar zijn we nu op aan het wachten. Tassen zijn ingepakt, want we gaan daar logeren. Had het er eigenlijk al verteld? Ik weet het helemaal niet. We gaan in ieder geval naar mijn ouders vanavond. Jij moet ook kleren meenemen. Okay. Ja, heb ik al gedaan. Jij ook? Misschien ik poepen. We gaan dus naar mijn ouders vanavond. En dan gaan we gezellig, ja, zitten, borrelen, eten. Hallo. Zitten borrelen eten en dan gaan we dus ook logeren. Dus ik heb de logeertas ingepakt. Mijn dochter is net zo makkelijk met de kindjes. Die gaan dan alvast naar bed. En dan blijven wij daar. Nee, jij mag langer blijven. En dan blijven wij daar dus ook gezellig slapen. Alleen nu is het even wachten op Ed. Die had eigenlijk al thuis moeten zijn, maar ja, zo gaat het heel vaak. Jullie hebben de mukbang gezien vorige week en dan weet je hoe het zit inmiddels. Dus die is nog heel even aan het werk en dan... ja, dan gaan we dadelijk knallend en proostend het jaar uit en op naar 2021. Ik heb niks gewonnen. Kak. Kak, sorry. Nou, op het nieuwe jaar, mop.
Het is helemaal nooit. Het is trouwens gewoon pas 9:45 hoor. Het gaat nu wel mis. Dat is het begin van 2021. Dat ding gaat niet open. Hij moet open. Ja? 1, 2. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Gelukkig nieuwjaar. Wij gaan lekker slapen hier. We hebben 3 matrasjes op de grond gelegd bij mijn ouders thuis. Ondertussen zijn de meiden wakker geworden van alsnog het vuurwerk. En die zijn aan het huilen, dus dat is een beetje vervelend. Maar we gaan hopen dat als we al het licht uitdoen, dat ze dan gaan slapen. De laatste keer dat ik zo laat wakker was, kan ik me niet eens meer herinneren. Dus ik ga ook heel snel lekker slapen. Maar het ziet er wel gezellig uit. 3 bedjes naast elkaar. Ed, ik, Ramos en Jackie. Een hele goede morgen op deze vrijdag. Het is vandaag 1 januari. We hebben gezellig bij mijn ouders geslapen, zoals je hebt gezien. Of tenminste geslapen. Het was echt heel kort. Poging tot gedaan. Echt van 6:30 tot iets van 7:10 of zo. Dus we zijn heel erg gaar allebei. Dat kun je ook wel zien. Het is nu 12:00, dus lunchtijd. En we zijn even met z'n tweeën onderweg naar de supermarkt. We zitten echt super te twijfelen. Want we hebben eigenlijk door de wijntjes en de korte nacht heel veel zin in friet en dat soort dingen. En nu gaan we toch naar de supermarkt en gaan we denk ik toch een lekkere salade maken. Shit. Lekker contrast ook gewoon. Alleen ja, weet je, op een gegeven moment moet je ergens ook denken van gisteravond waren al allemaal snackjes en dat was helemaal lekker en wijntjes. En nu is een gewone gezonde salade ook lekker. Dus die keuze die gaan we gewoon maken. Ik heb trouwens wallee. Ik heb zelfs nog make-up op, moet je nagaan. Dus dat, maar goed, het is 1 januari en ja, wat gaan we ervan zeggen? Zelfde dag als altijd eigenlijk. Ik vind het nooit zo heel spannend aan de ene kant. En aan de andere kant is het natuurlijk wel weer een nieuw jaar. Met nieuwe kansen, nieuwe doelen en dromen. Dus daar gaan we weer voor, hè Ed? Dit jaar, ja. Zo, ik heb boodschap gehaald. We gaan lekker lunch maken. En toen was het alweer de volgende dag. Ja, het is vandaag zaterdag. En ik heb gisteren volgens mij na de lunch niet zo heel erg veel meer gefilmd. We zijn uiteindelijk nog de hele middag bij mijn ouders gebleven. En ik ben met mijn moeder nog een heel stuk gaan wandelen. En met de kindjes erbij. Daarna naar huis gegaan. Niet eens meer gekookt. Want ja, we hadden eigenlijk een stampotje hadden we in gedachten. Daar hadden we ook boodschappen voor gedaan gisteren. Maar nou, helemaal geen zin meer om te maken. En nog vol van al het eten en die salade, et cetera. Dus toen hebben we gewoon yoghurtjes gedaan. Kindjes heel erg op tijd naar bed. Zelf op tijd naar bed. En vanochtend ben ik alweer vroeg opgestaan, omdat we echt superveel werk nog eigenlijk moeten doen dit weekend. 1, omdat ja, die feestdagen ook allemaal wel door de week vielen, waardoor er elke keer weer een dag wegviel. En deze periode is binnen Nieuw voor Mama natuurlijk echt super druk. Omdat januari gewoon bij uitstek een van de maanden is waarin heel veel mensen graag beginnen met ons programma. Hi Ramos! Ben je al klaar? Ik ben bijna klaar, nog een half uurtje. Oh ja, nu ben ik dus aan het werk sinds vanochtend 7:15 eigenlijk al. Hier gewoon thuis, allemaal mails aan beantwoorden. En zometeen ga ik lekker samen met Ramos naar vriendin toe en haar dochter. Dus dat is leuk, nog een half uurtje dus. En dan gaan we gezellig samen op pad, dan hebben we ook weekend. En straks komt Ruben gezellig weer als het goed is. Dus dat is leuk. Hè, schat? En toen waren we alweer thuis, eigenlijk al een hele tijd. We zijn gezellig met mijn vriendin en haar dochter naar de speeltuin geweest en gewandeld en gekletst. Daarna boodschappen gehaald en toen heb ik even lekker in bad gezeten. Vandaar dat ik dus nu ook al in mijn pyjama ben. Het is 5:15. Maar ik dacht... Oh, hij is niet scherp, zie ik. Het is niet heel erg trouwens nu. Maar ik dacht, ik ga gewoon alvast lekker relaxen. Ed heeft inmiddels gekookt, dus we gaan eten. En ik ga het even jullie laten zien.
een lekker toetje ook, Charlie. Kijk er nou zitten. In afwachting. Oké, we gaan dit eten. En het is een stampotje van zoete aardappel, andijvie, pijnboompitjes, geitenkaasbolletjes. Kruiden heeft hij ongetwijfeld gebruikt. En ik vind het er wel heel lekker uitzien. Ik ga er zelf nog een paar zongetroogde tomaatjes bij doen. Ik vind het altijd heel lekker. En ramenzuur en augurk. Ik weet niet of dat er per se heel lekker bij is, maar ja, ik vind dit wel een aanrader. Ik durf het gewoon bijna niet te filmen, maar ik zit dus wederom in mijn pyjama. Ja, dat komt omdat het was trouwens zondag. Goedemorgen, het is 11:15 en Ramos is lekker met Ed naar kantoor. Die zijn sporten, of tenminste Ed en Ramos is mee. De meisjes liggen op bed en ik ben wederom aan het werk. In mijn pyjama, maar ik heb wel al gedoucht en mijn make-up gedaan. Ik moet straks even een foto maken voor een campagne. En daarvoor was het handig dat ik nog heel even mijn pyjama aanhield. En als je mij een beetje kent, dan weet je dat ik dat dus helemaal niet erg vind. Het liefst zit ik heel de dag lekker in mijn pyjama als ik niet naar buiten hoef. Dus wat dat betreft komt het goed uit. Ik ben nu dus aan het werk. En voor degene die vorige week onze mukbang heeft gekeken. Ik zal hem hieronder alles wel eventjes linken of zo ergens. Die heeft ook gezien dat wij vertelden dat de scheiding tussen werk en privé altijd heel erg lastig is bij ons. En dat heeft er ook vooral mee te maken dat wij bepaalde campagnes lanceren op momenten. En deze ook zeg maar starten op bepaalde momenten. Omdat deze fijn zijn en gunstig zijn. En dan heb je dus dat je gewoon soms weekenden moet werken. Heel irritant eigenlijk. Maar goed, of tenminste irritant is een groot woord. Eigenlijk vind ik het niet eens heel erg voor mezelf, maar gewoon meer voor het gezin. Maar Ed is dus lekker weg. Ik ben aan het werk en ik ga nu snel opschieten. Zodat ze zeg maar als ze thuis komen dat ik dan ook grotendeels klaar ben. En dan gaan we vanavond als kindje op bed liggen weer verder. Dus dat eigenlijk. Ik heb lekker een koffietje gemaakt in mijn eeuwenoude mok waar nu weer mama op staat. Die heb ik een keer gehad van iemand. Echt super, super leuk. Ooit nog wel eens het idee gehad om deze ook echt te gaan laten maken en zo. Maar goed, nu hebben we shakebekers. Die zijn veel handiger. Ik ga even verder. En dan, we hebben gisteren boodschappen opgehaald. Heb ik dat al verteld? Geen idee, maar ik heb de boodschappen opgehaald en mega veel besteld. Omdat eigenlijk zou Ruben, die vriend van ons, komen, maar die kwam niet meer. En de ouders van Ed zouden misschien komen, maar die kwamen ook niet. Dus ik had superveel boodschappen voor iedereen bij elkaar. Het zou natuurlijk niet tegelijk komen, maar afwisselend van elkaar. Dus we gaan allemaal lekker koken en zo vanmiddag, zodat we ook gaan meal preppen voor de rest van de week. En allemaal gewoon lekkere gezonde dingen eten. Wat mij trouwens heel erg opviel, is dat nu bij de supermarkten alles met betrekking tot gezond eten niet in reclame is. Dus geen groente, geen fruit, geen volkoren producten. Maar juist alle vette rommel die je eigenlijk niet meer moet eten na de feestdagen. En waarvan je eigenlijk zou moeten denken van, nou, laat maar zitten, dat heb ik al genoeg op in december. Dat is juist in de reclame. En dat is natuurlijk gewoon omdat ze weten dat mensen toch wel dat gezonde eten nu gaan kopen. En van die rommel moeten ze natuurlijk af. Dus nou, dat viel mij op. Ik had het met mijn moeder over, die was het ook opgevallen. Dus ja, in ieder geval, ik hoop dat jullie toch hoe dan ook gewoon lekker gezond eten hebben gekocht voor de aankomende week. Want het is weer januari, dus het is gewoon ook weer gewoon tijd om lekker gezond, goede voeding te eten met veel vitamintjes en mineralen en dat soort dingen. Dus, is dat meisje? Hi! Knoflook. Wil jij ook? Hi! Met mijn tong. Met je tong? Nou, kindjes zijn weer uit bed en thuis. Ik heb trouwens weer iets anders aan. Dit keer een badjas, maar goed. Zo meteen ga ik me eindelijk aankleden. Ed is eten aan het maken, want we gaan zo meteen lunchen. En wat ik al zei, we hebben dus superveel in huis. Dus we gaan ook helemaal uitgebreid lunchen met salade en eitjes. En gisteren hadden we al een soepje gemaakt, dus die gaan we ook eten. Ja, dat is eigenlijk. Dat is ons hele spannende leven van dit moment. Ja, iedereen heeft zo'n leven nu natuurlijk. En ik las gisteren ergens iets over dat er eventueel een uitstel zou komen of zo van deze lockdown. En echt, ik moet je heel eerlijk toegeven dat ik zo erg hoop dat dat niet het geval is. Oh ja, iedereen met mij natuurlijk. En ik ben me helemaal bewust van het feit dat ik eigenlijk nog in de minst erge situatie van de hele wereld leef. Maar toch hoop ik dat het na deze 2 weken
voorbij is in ieder geval met de kinderdag blijven en de basisschool. Want dat zou een hele ja, opluchting zijn, zeg maar. Maar goed, dat hebben we allemaal natuurlijk. I know. Deze twee dames, die worden zo groot. Ja, niet normaal. Bobby niet, Charlie wel. Oh, Bobby niet, Charlie wel. Hoi Mop. Hoi. Soepje. Eitjes. Meneer Eddy. Zet er hier nog iets boeiends om te laten zien. Heel de tafel staat vol. Ja, dat heb ik gedaan. Heb jij gedaan. Salades. Maar die boterham niet. Ja, dat is allemaal. Lekker. Boterhammetjes. Waarom de yoghurt hier staat, weet ik niet. Heb jij gedaan, Ramos, denk ik, hè? We zijn nu een stuk aan het wandelen. En we zijn nu op een weggetje gekomen waar we echt zo graag zouden willen wonen. Echt. Als ik hier zou kunnen wonen, zou ik helemaal blij worden. Ik ga het jullie even laten zien. Kijk, hier. Ja, ik kan het niet goed zien. Ik ga het ook niet van dichtbij doen, want het is natuurlijk privé. Maar dit is een huis. Dit hoort er helemaal bij. Echt. En dan heb je daar huizen. Echt. Als je toch hier zou kunnen wonen. Ik hou niet van boerderij. Met dieren en zo. Maar zonder dieren, maar wel gewoon met het land. Hoe mooi zou dat zijn? Nou ja, wellicht ooit. Wij zitten even de mukbang van vorige week te kijken. En er zit hier iemand die is helemaal fan. Die vindt het helemaal leuk om te zien dat papa en mama aan het eten zijn, hè Ramos? Wij hebben inmiddels gegeten. Ik heb niet gefilmd, want het was een beetje rumoerig. En een beetje druk, zoals het nu nog steeds is. Maar goed, het is zondagavond. Dus ik dacht, ik ga jullie even laten zien wat ik allemaal klaar aan het maken ben voor morgen om mee te nemen naar het werk. Mijn tante komt weer oppassen morgen. Echt super fijn. Ja, anders hadden we natuurlijk ook niet morgen kunnen gaan werken. Want geen kinderdagverblijf, et cetera. Dus daar zijn we heel blij mee. Dus ik ga jullie even laten zien. Dit staat klaar voor morgenochtend. Ramos, de meiden, ik en Ed. Dit was een shake met in ieder geval 4 bananen, avocado blokjes, blauwe bessen uit de vriezer, verse spinazie en amandelmelk. Dat is ons ontbijt. Dan neem ik mee deze salade. Hij is een beetje klein, maar hij is gewoon over van vanmiddag. En ik heb er een klein beetje bij gedaan. Maar in ieder geval lekker als extraatje. Dan heb ik nog een bakje met rozijnen en nootjes. Die neem ik mee. En oh ja, deze had ik nog, want die kan dan bij de salade erbij. Deze als tussendoortje. En dan neem ik nog boterhammen mee met een bakje met hummus. En jullie hebben natuurlijk de helft niet verstaan, want het is allemaal rumoeris op de achtergrond. Maar goed, dit is wat ik meeneem. Zo, even nog een extra theetje voor deze harde werkster samen met deze man. Lekker scherp ook. En nu is het time to go to stoppen, meneer Eddy. Je kijkt er altijd zo serieus bij, hè? Ja, nee, dat is ook een serieuze zaak. Ik moet serieuze antwoorden geven. Je hebt trouwens een of andere. Voor alle bangen. Ja, sommige mensen die schrijven heel veel verhaal. Dan moet ik wel gefocust zijn. Ja, dat is waar. Mijn focus is altijd gefocust. Ja, precies. We hebben trouwens de kerstverlichting nog steeds niet opgeruimd. Een paar dagen of een week na kerst. Maar ik vind het zo gezellig, we laten het nog één week hangen. Dus. Het is toch nep, zeg maar, kunst. Dus maakt niet uit. Goedemorgen op deze maandag. Ik kleur lekker met de rest van mijn witte kleding. Wij zijn op kantoor. En we hebben echt zo'n rotnacht gehad. Echt zo vervelend. Onze kleine dame die had weer, weet ik veel. Ik weet gewoon niet wat er aan de hand is of zo. Met haar. Echt het eerste, nou ja, goed jaar sliep ze altijd door. Nooit iets aan de hand. Makkelijk kind qua slapen. Altijd lekker gewoon. Ja, slapen. Maar nu sinds een paar, nou wat is het echt? Maanden, weken. Is zij gewoon echt continu
s'nachts minimaal een uur aan het huilen. En echt, en dan denk ik weer, ze heeft het te koud. En dan zeg ik ook tegen Ed, ze heeft het veel te koud. Dat moet het zijn. Dan denk ik, nee, ze heeft het te warm. Vervolgens denk ik, ze zal wel honger hebben. Of ze heeft geplast, of ze moet poepen, of er zit iets in de weg. Weet ik het allemaal. Maar ja, kortom, ik weet het gewoon niet. En het is elke keer weer toe. Zo vervelend. Maar goed, en vooral omdat je dan weet dat als je dan in bed ligt en de dag daarna wordt gewoon zo'n pittige dag qua werk. Ik had natuurlijk al laten zien dat we dit weekend ook best wel hadden gewerkt. En vandaag is het dus maandag. 6 weken afvalplan is nu gesloten voor deelname. En ja, dat betekent gewoon dat het van start gaat vandaag. En dat is super druk en de hele dag werken. Vanavond een webinar. Wel heel leuk werk allemaal. Alleen, ja, wel gewoon energie. Het kost allemaal energie. Dus, ja, dat is een beetje de status. Verder gaat het allemaal goed met ons. We hebben alleen dus even 1,5 uur wakker gelegen vannacht. Wat doen jullie dan? Ik ben benieuwd, want eigenlijk wil ik dan niet een fles geven. Want ik weet, bij de oudste hebben we dat wel altijd gedaan in het begin. En ja, op een gegeven moment gaan ze daaraan wennen. En dan lijkt het op een gegeven moment zo alsof ze dus wakker worden voor die fles. In plaats van omdat ze dus gewoon huilen. Ja, je vraagt je af wat het verschil is misschien. Dus dat willen we dan niet. Maar uiteindelijk merken we wel dat dat dus wel helpt. Dus dan doen we dat dan toch maar weer. En oh ja, gedoe. Vast herkenbaar van jullie. Maar goed, in ieder geval. En hij was toen ook kleiner. En zij is gewoon al... Zij wordt in april, wordt zij 2. Natuurlijk, ja, nou gewoon 2. Dus dat. Maar goed, ik ga aan het werk. Ik heb even mijn bureaustoel hier neergezet. Tussen de supplementen. Die zijn trouwens weer helemaal aangevuld. Kijk. Dit is zeg maar, we hebben hier altijd zo'n lading staan. Dat is de voorkantbasis. En dan hebben we verder nog allemaal dichte dozen. Maar dit is in ieder geval weer helemaal aangevuld. Deze dozen staan allemaal klaar, zodat het allemaal snel ingepakt kan worden. En deze zijn helemaal aangevuld. Ik ga dan hier werken. Want Ed heeft daar personal training sessies online. We geven natuurlijk personal training hier in de studio. Alleen dat mag nu niet, dus die is dicht. Maar ja, aan de vaste klanten, zeg maar, die altijd PT hebben, geven we nu online personal training. Dus dat is ook prima. En toen was het ook gewoon weer meteen het einde van de weekvlog. Wij gaan lekker verder hier. Ik wil jullie weer bedanken voor het kijken. En ik zie jullie gewoon gezellig volgende week weer. Doei!